Nou, welkom mensen bij een nieuwe commentary van mij. Goeiedag, ik ben Rutger, ik ben van Team Whisky. En als jullie dat nog niet weten, moet jullie even abonneren op mij, want dan weten jullie het. Oké, heel slecht begin. We gaan beginnen met een nieuwe serie. En ik had net er iets opgenomen, maar dat was echt 24 tickets op Caspian Border. En toen switchte de server in één keer naar Karg Island. Dus ik denk, nou ja, ik vind het prima om Karg Island te spelen, begin ik gewoon met Karg Island. Ik zal mijn nieuwe serie even uitleggen. In deze serie ga ik namelijk maps spelen, alle maps spelen en ga ik langs alle game modes. En dan ga ik bijvoorbeeld, het kan zijn dat sommige maps meerdere keren voorkomen en het is heel goed mogelijk dat sommige, ik kom even met jou meeliften. Dat is, oh wacht, ik ga in die boot. Het kan ook heel goed voorkomen dat sommige, hoe noem je dat? Het kan ook heel goed voorkomen dat er een game mode zijn die vaker voorkomen. Dus bijvoorbeeld als we het hebben over de Close Quarters Expansion Pack, dan doe ik gewoon twee maps. Doe ik dan met Gunmaster en twee maps met Conquest Domination. En dan doe ik vooral game modes die dan met die map packs erbij gekomen zijn. Dus de maps met die map packs erbij, met die game modes erbij. Dus ja, dan ga ik een beetje vertellen wat ik van deze game mode vind en van deze map die ik op dat moment dan speel. En ja, ik dacht dat is wel een leuk, ja, hoe noem je dat, initiatief. Dat leek me namelijk wel wat om te doen. Dus nou, dan doe ik dat, hè. Ik ben inmiddels bezig dit ding over te nemen en dat gaat zo te zien wel redelijk goed. Dus even voor de duidelijkheid, ik ben Conquest Large aan het spelen. Dan kan ik wel Conquest ook gaan spelen. Het maakt niet zoveel van elkaar een verschil. Dus ja, jullie zullen mij ook wel Conquest niet spelen, maar dat zal ik dan. Het is gewoon Conquest, ook is Large. Het is gewoon Conquest. Ik bedoel, het maakt niet zo heel veel uit als je hoort dat het Conquest Large is of Conquest. Want het principe is hetzelfde, alleen heb je vaak één of twee vlaggen meer om te kunnen veroveren. Nou, leuk zou je denken. Wat is daar de nut van? Nou ja, dan kan je bijvoorbeeld voor grotere servers doen, meer chaos, weet ik veel wat, meer actie. Ja, squad spannen, joh. Er zijn toch weer 10 ervaringspunten, jongens. Wees daar wel zeker. Wees je daar wel bewust van dat als iemand op je spannen, dat het wel 10 ervaringspunten meer zijn. Ik bedoel, je krijgt ze niet voor niks, die ervaringspunten. Goed, welke is nog meer? Die Army Outpost, oké. Goed, ik ben in ieder geval bezig met E over te nemen. En dat gaat naar mijn mening wel redelijk goed. Hoewel hier ergens een tank staat als ik het niet verkeerd heb gezien. Oh, die gaat die gas met C4 naartoe. Nou, dat kan natuurlijk. Dat kan heel goed natuurlijk. Oké, heb ik hem? Nee hoor. Bijna. Oh, dat was zo close. Oh, dat was... Fuck! Ik had hem bijna. God damn it. Ah, oh, shit. Als die gast nou even in leven blijft ofzo. Die sniper. Oh, fuck. Ah, oh, shit. God damn it. Dat was close. Dat was zo close. Ja, ik kom al. Auw, what the f... Kom maar aan, jongen. Treur niet. Blijf wel ge... Laat maar. Dat had geen nut. Maar goed, die nieuwe server. Nieuwe serie lijkt me wel leuk om te doen. Ja. Dat was ongeveer wat ik over wou vertellen. Eens even kijken. Nou, dat heeft weinig nut. MG6 QBP95, laten we daar eens wat mee gaan doen. Ik ben benieuwd wat dit voor een ding is. Weet je, we gaan gewoon spannen en we zien vanzelf wel of dit een beetje een leuk iets is. Wat hebben we hier nou weer? Oh, dat is zo gevaarlijk, jongens, met explosieven. Dat is gewoon niet leuk meer. Oh. Hier liep iemand. Zag ik op de map.
Waarom krijg ik daar niet... Ik had hitmarker, die guy. Op die gast. Waarom krijg ik daar geen punten voor? Of geen assist voor? Of zo? Oh, daar is een tank. Ik ga even kamikaze C4 heet pro dingen doen. Laat maar, dat hoeft dan niet meer. Nou, dat is een nauwe samenwerking. Gast, die is leeg. Daar heb je niks aan. Valt er namelijk een gast uit. Nou, ik heb een gelukkige spot. We gaan even... We gaan dit gewoon doen. Dit is gewoon zo leuk. Oh fuck, waar de fuck schiet die gast vandaan? Ah, goddamn. Ah, shit. Oh, wauw, ik sta al zo slecht. Oké. Revive misschien? Heel misschien? Nee, oké, nog niet. Zal ik anders even hier spawnen? Wat ik net ook al van plan was. Juist. Oké. Nou. Wat we wel vet lijkt van Endgame is... Die dirtbikes zijn dan gewoon lekker met C4... dingetjes doen. Je snapt het wel. Want ik... Waar ik naartoe wil of niet. Ik bedoel, als je dat nog niet snapt dan... Dan heb je onze video's niet gezien. En dan ben je geen echte teamlid van ons. Waarom is dat zo groen en geel? Hoort dat zo? Het ziet er erg vaag uit, die kleur. Oh, wacht even. B wordt overgenomen. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Huppatee. Ga maar even weg, jij. Zo. Nou, die gasten hebben we ook weggehaald. Oh, dat gaat niet zo goed. Nou, laten we eens even kijken. Wat? Ik krijg niet eens punten. Wat is er met Battlefield aan de hand? Ik krijg niet eens punten voor het overnemen van die objective. What the fuck? Maar je gaat niet menen... Och, gelukkig, ik schok al. Je gaat toch niet menen dat dat ding disabled is doordat ik daar val. Wat is dat voor een rare kleur? Waar word ik door beschoten? Ik heb geen idee. Laten we maar gewoon vliegen. Vliegen, rijden bedoel ik. Oh, een fucking auto rijdt achter me. Dat is niet zo goed. Juist. Oh, daar is links een tank. Of hier rechts, beter gezegd. Nee, oh, fuck. Oké, dat was eventjes iets randoms. Oké. Ik, ja. Nou, dat weten we dan ook weer. B is inmiddels overgenomen door een of andere jerk-off. Die gaan we even pakken. Dat is volgens mij een anti-air ding, of niet? Ja, dat is zo'n anti-air ding. Ik zal hem even terugpakken, zeg maar. Nou. Laten we eens gek doen. En dat ding uit de lucht halen. Oh, dat heeft geen nut. Oh, blijkbaar is die gast of persoon die erin zat eruit. Om een of andere reden. Oh, daarom. Oké. Nou, dat is jammer van je. Fuck, nee, fuck! Damn it. Dat is jammer. Dat is erg jammer. Fuck. Dat is zo jammer. Is jammer as hell, zeg maar. Dus even kijken. Hebben we hier nog wat mensen, autootjes, dingen? Yep. We gaan gewoon niet de hele tijd random C4 dingetjes doen, maar... Oké, zo, die gast kan ver weggooien. Nou, laten we gaan. We gaan best wel goed zo te zien. We hebben 4 van de 5 checkpoints. Waarvan de 4 wordt overgenomen door de vijand. Maar op zich, ik vind het niet heel slecht. Die dude heeft hij tot mijne neergelegd. Of heb ik dat fout gezien?
Volgens mij heb ik dat niet fout gezien. Wat zijn dat voor rare kleuren, mensen?